Ik wil toch even ook hebben over het moment dat jij dan ambassadeur wordt. Je zei, Nederland heeft er baat bij dat Algerije stabiel is. Maar eigenlijk als je dit verhaal hoort en die hele geschiedenis, dan is het op het moment helemaal niet stabiel. Hoe beweeg je je als ambassadeur? Je komt daar dan aan. Er is een enorm conflict gaande. Kun je je daar als ambassadeur in positioneren? Of hoe verhoud je je daartoe? Ja, nou, ik vind het woord enorm conflict vind ik wel heel zwaar. Ja. Ik denk niet dat dat van toepassing is. Mm-hmm. Ik denk dat we ook goed moeten beseffen waar Algerije zich bevindt. En dat er in die regio, in de omringende landen, aanzienlijk meer aan de hand is dan in Algerije. Als je het daarmee vergelijkt, is het een stabiel land. Is ook een stabiele partner. Dus dat beeld, denk ik, dat herken ik niet. Zo ben ik ook niet aangekomen. Mm-hmm. En voor ons is het van belang dat we als Nederland kunnen bijdragen en kunnen samenwerken. En die partners, die vinden we. Dus voor mij, ik kan daar mijn werk doen. Daar is een overheid, ik zei het al. Hè, ze weten zelf ook dat de economie diverser moet. Dat de landbouw ontwikkeld moet worden. Dat de industrie ontwikkeld moet worden. En dus als ambassadeur kan ik daar met die overheid en met die regeringen mee in gesprek. En tegelijkertijd zien we ook de andere dingen. We zien ook de behoefte van jongeren om zich te kunnen ontwikkelen en om bijvoorbeeld een bedrijfje op te starten. En dat doen we ook. Ja. En daar hebben we een programma voor. Dus ik ben het er mee eens. En mensen hebben het heel moeilijk. Vooral ook omdat de prijzen stijgen. En ze de werkloosheid toeneemt. Mensen hebben het moeilijk. En tegelijkertijd zijn er dingen die je kan doen. Ja. Ja. Maar als je Nederlandse media leest over wat er dan over Algerije wordt geschreven, dan gaat het wel heel vaak over mensen die op straat aan het protesteren zijn, eigenlijk al sinds 2019, om de regering weg te krijgen. Kun je als ambassadeur tot die groep verhouden? Die daar de hele tijd staat en zegt, eigenlijk moet het echt anders. Ja, nee, nou, dat is echt een gesprek wat tussen de burgers en de regering moet plaatsvinden. Daar hebben wij als Nederland niet een rol in. Nee. En je bent als ambassade ook een buitenstaander. En het is niet de bedoeling dat je je daarin mengt. Onze boodschap is wel dat die dialoog tussen die groepen heel belangrijk is. Het is ook weer niet zo dat de groep die daar op straat stond, die leuke foto met die kindertjes, dat één groep is. Nee. Zichzelf hebben georganiseerd, die een duidelijke leider hebben en die een gesprek kunnen aangaan. Dat is heel divers. Dat kijk je aan en daar als Nederland kunnen wij daar verder niet een rol in spelen. Nee. Dat is niet aan ons. Maar als je, want jij werkt natuurlijk dan met de overheid daar. Het is de regering waar natuurlijk de mensen die op straat staan in conflict mee zijn. Of in ieder geval andere eisen aan stellen. Door met die regering al samen te werken in de ogen van de mensen die op straat staan. En die is het als een hele diverse groep. Maar kies je dan eigenlijk niet toch al kant? Want je zegt, wij kunnen ons niet mengen. Maar als je dat wel doet met een regering waar zij dan al tegen protesteren, is dat dan niet toch indirect al wel een kant kiezen? Ja, nee, dat denk ik niet. Hè. Ik vertegenwoordig ook een regering. Ja. En een regering heeft een andere regering als gesprekspartner. Dat is volstrekt normaal. Dat is de normale gang van zaken in de diplomatie. En ik heb niet het gevoel dat wij daarop worden aangekeken. Kijk, ik denk dat de mensen ook graag willen dat er geleverd wordt door de regering. Ik denk dat dat hun grootste vraag is. En als wij die regering kunnen helpen om resultaten te leveren, dan zal dat heel positief gezien worden. Ja. Dus ik denk, nee. Oké. Ja. En Niek, als jij naar die geschiedenis kijkt, dan wordt natuurlijk ook vaak gezegd van die burgeroorlog die er in de jaren 90 was, die zit heel erg in de hoofden van de mensen nog. Als jij kijkt naar de situatie zoals die nu gaande is,
denk je dat het, die angst voor een nieuwe burgeroorlog reëel is? Eerlijk gezegd niet. Mm-hmm. Eerlijk gezegd niet. Wat we zagen bij de Irak is dat de demonstraties en ook de reactie van de overheid was heel gematigd. Enfin, er zijn geen niet zoals 1988, hè, dat leger is niet gaan schieten. Wat dat betreft, ogenschijnlijk was die reactie heel gematigd. Wat niet wegneemt dat op dit moment meer dan 200 Algerijnen in de gevangenis zitten die betrokken waren bij die demonstraties. Ja, er zijn ook wel organisaties als Amnesty en zo, die wijzen zeker wel op, ook, op de situatie in de... Ja. Van mensen die geprotesteerd hebben. Zeker, nee, zeker. Ik bedoel, de repressie is er. Hè? Ik bedoel, maar die repressie is heel, laat ik het zeggen, indirect verfijnd. Maar hij is er wel. Dat ik niet denk dat een nieuwe burgeroorlog uitdraait, is het feit dat Algerijn zich heel... De jaren 90 zit nog in hun DNA, als het ware. Hè? Ik bedoel, dat wil niemand. Ik bedoel, dat was natuurlijk zo afschuwelijk. Een brain drain, mensen die weg zijn gegaan. Een aantal slachtoffers weet men niet. Men schat 100, 150.000, gewoon afschuwelijk. Daar is niemand op uit. Er is ook een grote groep Algerijnen binnen de bevolking die heel goed kan leven met de status quo, met het systeem. Want ja, het systeem is er. En het biedt ook mogelijkheden om te leven. Neemt niet weg dat, dat zagen we met de Irak, dat de wens tot vernieuwing, hè, echt een rechtsstaat, echt democratische vernieuwing, dat die er is. En ik denk dat een heel belangrijk element hierin ook is dat de opkomst bij verkiezingen de laatste jaren is echt dramatisch gezakt en gedaald. Dus dat geeft wel aan dat de... Maar dan is het vertrouwen eigenlijk gewoon weg. Precies, dat de vertrouwen is er niet. Of onvoldoende, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk hoe je dat beziet. Maar dat het helemaal op je vraag terugkomt, dat het opnieuw zeg maar, tot zo'n geweldsuitbarsting als in de jaren 90 uitdraait, dat denk ik niet. Nee, maar dan is er eigenlijk een groep jongeren, of misschien een veel grotere groep van de bevolking, die eigenlijk bij verkiezingen denkt, ik ga niet komen, heeft toch niet zoveel zin. Jij zei eerder, Janna, van iedereen heeft het idee, er moet iets veranderen. Maar zitten we dan in een soort impasse? Want de groep die zegt, er is een nieuwe regering, maar dat is eigenlijk een voortzetting van de oude regering, dus dat verandert eigenlijk niet zoveel. Waar moet dat dan naartoe, als ik dat dan cynisch mag vragen? Ja, impasse. Ja, surplus, kun je ook zeggen. Het is... Kijk, toen ik voor het eerst in Algerije kwam in 2010... Mm-hmm. Mijn eerste onderzoek, mijn eerste project, was er een algemeen, ja, toch wel een optimisme. Dus die donkere jaren lagen achter de mensen. Dat was voorbij. Nou, Bouteflika de eerste jaren heeft toch gezorgd dat er weer vrede was. Een algemene amnestieregeling is er afgekondigd. Wat trouwens interessant is, hè, dat verleden is nooit echt, ook niet juridisch verwerkt. Hè. Er is niemand vervolgd. Oké, dat is een keuze die is gemaakt. En je ziet de laatste keer daar was, voor de pandemie, en ook in de contacten die ik heb, dat ook heel veel mensen nu zoiets hebben van dat optimisme van toen, dat is toch wel bij veel mensen verdwenen. Niet bij iedereen, maar bij veel mensen wel.